vandaag heb ik weer een Colourpop shoplog voor jullie. En ik weet niet hoe het jullie zit, maar ik heb er in ieder geval super veel zin in. Dus als je benieuwd bent wat er allemaal in mijn pakketje zit en welke nieuwe producten ik aan mijn collectie ga toevoegen, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, hier is het pakketje. Het is best wel weer heel erg veel. Het is nog niet alles. Voor degene die alvast gaan vragen hoe bestel je Colourpop, nou, daar heb ik al eerder een video over gemaakt. Dat doe ik door middel van groepsorders. Ik zal dat ook nog eventjes linken in het i'tje, zodat je die video nog even kunt terugzien. Daar is momenteel ledenstop, dus momenteel kun je er geen gebruik van maken om je toe te voegen aan deze groep. Maar dan weet je in ieder geval hoe ik de producten bestel. En ja, daar komt natuurlijk steeds meer bij het moment dat je bestelt. En het is dus zo dat op een gegeven moment een bepaald aantal binnen is en dan wordt het opgestuurd. Uiteraard wel een overleg. En dat moment is nu. Dus hier zitten best wel weer wat toffe nieuwe producten en ook wat nieuwe releases. Dus ja, ik ben super benieuwd. Ik heb hem al even opengemaakt. Ik check namelijk graag altijd even of alles nog heel is. En gelukkig was dat nu ook het geval. Meestal bestel ik ook samen met mijn moeder. Die vindt Colourpop ook gewoon een heel fijn merk en mooie producten. Nu is het wel zo dat er maar 3 producten van haar tussen zitten en de rest is allemaal van mij. Dus in de volgende shoplog zal waarschijnlijk wat meer tussen ons verdeeld worden. Bijvoorbeeld vaak oogschaduwpaletten die we allebei mooi vinden. Ja, die bestellen we dan gewoon allebei. Want ja, elke keer gaan uitlenen aan elkaar. En uit ervaring weet ik ook gewoon dat het ergens in de stash belandt en dat je het bijvoorbeeld kwijtraakt. Dus ieder neemt dan meestal gewoon een eigen paletje. Die komt dus nog, maar ik ga in ieder geval vast beginnen met de producten die hierin zitten. Waar ik mee ga beginnen zijn de nieuwe sponsor van Colourpop. Want onlangs kwamen er namelijk nieuwe blending sponges uit en toen dacht ik, wauw, dit is nou echt een supergoed idee. Ik ben nog steeds wel tevreden over mijn spons van In Stylish, maar ik ben zo'n Colourpop fanatic dat ik wel denk van, kijk of ze hier ook goed in zullen zijn. En er zijn dus 5 varianten. Dit is de set. Je kan ze ook loskopen. Je hebt de Velvet Sponge, de Detail, de Hourglass, de Complexion en de Silicon. Ik zal ze er even uithalen. Kunnen jullie ze even zien? Dus dit is de Velvet. Hij lijkt eigenlijk best wel erg op die van Juno & Co. Alleen deze is dus plat aan de bovenkant. Ik zal het even zo laten zien. In plaats van puntig. Hij is heel erg velvet. Dat viel mij op. Maar voelt wel gewoon goed aan. Is ook lekker squishy. De Detail hoor ik de beste dingen over. Deze is iets meer rubberachtig zou ik zeggen. En heeft een heel fijn puntje. Waardoor het natuurlijk met je concealer vooral goed in de hoekjes kan komen. Ik gebruik nu voornamelijk een foundation kwast voor mijn foundation. En mijn spons voor de concealer. Dus dit soort puntjes, daar word ik heel erg vrolijk van. Ik weet even niet meer waar deze nou precies fijn voor was. Maar dit is dus een zandlopervorm. Dus vandaar Hourglass. Ze zijn nu dus nog droog, dus ik verwacht dat ze nog wel gaan groeien. Deze lijkt qua vorm denk ik het meest op die van In Stylish. Dit is de Complexion, dus deze zou perfect ook zijn voor het gezicht. En dit is de Silicon. Wat ik wel grappig vind, ik weet niet of jullie het ook kunnen zien, de onderkant zit een soort van rondje in het rondje. Dus of dat nou zeg maar gewoon een manier is van hoe het gemaakt is, of dat is een ander materiaal. In ieder geval heel bijzonder. En deze lijkt een beetje op die van Real Techniques, maar deze is weer wat meer siliconenachtig. Het leek me dus super leuk om deze set uit te gaan testen. Nou is het natuurlijk wel zo dat ik ze niet allemaal voor mijn foundation kan gaan testen. Ik denk dat het leuk is om deze producten ook te gebruiken voor bijvoorbeeld cream, blush, cream, contour. En ook mijn foundation ermee aan te brengen, mijn concealer, liquid highlighter, noem het maar op. Ik vind het daarom ook wel heel erg fijn en ik ben ook vaak wel op zoek naar extra sponsen. Zodat ik inderdaad ook cream blush kan doen, cream contour. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het niet fijn om een spons te hebben waar ik en cream contour mee doe. En cream blush en foundation en concealer, want dat mengt allemaal door elkaar. Dat ding wordt hartstikke vies en het is gewoon niet echt heel fijn als product allemaal door elkaar gaan mengen. Dus dat vond ik ook wel een goed excuus om deze te proberen. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar de kwaliteit. Sowieso alle producten in deze video waar jij graag een review mee zou willen zien of een look, noem het maar op. Mag je suggesties altijd achterlaten beneden in de reacties. Ik ben natuurlijk super benieuwd wat jullie graag zouden willen zien. Dan heeft Colourpop ook onlangs nepwimpers gelanceerd. En ik dacht, nou dat vind ik ook wel leuk om een keer te proberen. Dit zijn de Falsies Faux Lashes. En dit is de stijl Queenie. En ik draag dus niet zo heel vaak nepwimpers. Dus echt vooral met looks. En dan vind ik het gewoon echt wel iets toevoegen. Ik hou ook het meest van wimpers die zeg maar kort beginnen en dan als een soort van cat eye uitlopen. Het staat gewoon het mooiste bij mijn vorm ogen. En Queenie voldeed er eigenlijk het beste aan. Ik heb wel even gevoeld al en ik vind de wimpers echt gewoon goed voelen. Band is niet heel dik. Wat me wel opvalt is dat ik ze niet heel zwart vind. Maar op zich, ja weet je, dat ligt er ook een beetje aan hoe het matcht. Maar ik vind dit er echt niet verkeerd uitzien. Ik heb ook gezien dat er nog een andere stijl is. Ik ben heel even de naam kwijt.
Die is zelfs al uitverkocht. Dus misschien dat dit wel een uitkomst is. Dat Colourpop ook heel goed is het maken van nepwimpers. Ik gebruik de laatste tijd vooral de wimpers van Queen Darcy. Maar ik ben echt wel heel benieuwd hoe ik deze ga bevallen. Dan heb ik ook een nieuwe Pretty Fresh Hyaluronic Acid Creamy Concealer gekocht. En dit is niet 45N, maar dit is 45W. Ja, leek me misschien wel handig met een zomertintje. Want ik had verwacht dat ik dus nu terug was geweest van Miami. Maar het liep iets anders. Ik heb dit namelijk daarvoor al besteld. En deze is iets warmer van kleur. Dus misschien handig als ik wat bruiner word, dan is een te koele kleur vaak een beetje raar. Dus dan is een warme kleur wat beter. Nu vind ik hem echt heel geel als ik zo kijk. Maar ik ben ook nog niet zo heel veel in de zon geweest. Dus ik ga deze gewoon nog even dicht laten totdat ik wat bruiner ben en gewoon wat meer deze concealer nodig heb. Het is wel echt een nieuwe favoriet geworden. Dus mocht je nog een nieuwe concealer willen proberen die juist fijn is voor de wat drogere huid, deze. Echt heel fijn. Dan heb ik ook een aantal van de nieuwe lipproducten gekocht. Er zijn namelijk nieuwe Luxe Velvet Liquid Lipsticks uitgebracht. En dit is de duo in de kleur Powder Room. En deze heeft twee kleuren. Dat is Casual Dress en Can You Even. Ik vind het alleen heel raar. Want ik heb zeg maar swatches eerst gekeken voordat ik ze kocht. Ik vind ze in de verpakking vind ik ze zo grauw eruit zien. Ik vind de swatches op de website vind ik ook heel grauw. En de swatches die ik dus live gezien heb, bijvoorbeeld bij Macy JC Beauty, waren echt super mooi. Dus ik had zoiets van, spannend. Dus ik heb ze nog niet geswatcht, dat ga ik bij deze doen. Ik begin bij Can You Even. Volgens mij is dat de lichtste kleur. Ik ga het gewoon even zo doen. Ze blijken ook zeg maar heel smooth te zijn op de lippen. Ik ben heel benieuwd hoe dat is. Kleur is wel een tikkie donkerder als wat ik verwacht had. Pigment is wel heel mooi. Ik vind zeker geen verkeerde kleur, maar hij is wel een beetje een soort van koele ondertoon of zo. Ik moet denk ik even hier aan wennen. En de andere kleur is Casual Dress. Deze is volgens mij ietsje bruiner of iets meer peach. Ja, deze is echt wel bruin. Ja. Dus echt meer een nude kleur. Wederom ook super gepigmenteerd. Ik vind ze wel op mijn huid best wel droog eruit zien. Nou heb ik ook best wel droge handen, dus dat kan ook daaraan liggen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze op de lippen zijn. Ik vind de kleuren in ieder geval niet vervelend. Je hebt ook nog veel meer kleuren hiervan. Ze zaten namelijk ook al in de Disney Designer collectie, de tweede variant. En daar vond ik de kleuren gewoon niet zo heel spannend. En nu hebben ze dus nieuwe kleuren uitgebracht. En het zeg maar echt toegevoegd aan het vaste assortiment. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook roze tinten, rood tinten, echt vampy kleurtjes. Maar ik hou dan wel het meest van dit soort kleuren. Dus dit is het duo Powder Room. En dan zijn er ook Luxe Glasses uitgebracht. Volgens mij zaten deze nog niet eerder in een collectie dat ik me kan herinneren. En dit zijn dus eigenlijk gewoon hetzelfde formaat, maar dan glosses. En dan heb ik twee kleuren. Ik heb Ticklish en ik heb Dream Queen. Volgens mij was dit ook een set, maar die zit dus niet in een doosje. Dus ik weet even niet hoe de set ook weer heette. Dit is de kleur Ticklish. Deze is best wel heel sheer, heb ik me laten vertellen. En hier zit een klein glittertje in. Dat ga denk ik namelijk op mijn huid niet goed kunnen zien. Ik ga dit even ernaast swatchen. Ik weet niet of het zo te zien is. Ik vind hem er wel goed uitzien. En sowieso de applicator deed me heel erg denken aan de Wet Cherry Glosses van Lime Crime. Ik heb er daar eentje van. Vind ik echt een hele fijne gloss namelijk. Maar ik vind de kleuren niet allemaal even mooi. En die applicator vind ik echt heel fijn. En ja, dit doet me er wel een beetje aan denken. Ik denk dat dit ook gewoon een mooie everyday gloss is om overal overheen te doen. En dat hij dus een beetje glitter heeft, dat vind ik op zich wel leuk. En de andere kleur is dus Dream Queen. En Dream Queen is echt op zichzelf een kleur. Ik zou zeggen, hij lijkt best op de kleur die ik heb van Lime Crime. Ik heb Bitter Cherry, maar deze is net even ietsjes meer peach of zo. Meer koraalachtig. Wow, veel meer pigment van afkomen. Oh, hij is wel een stuk donkerder dan dat je zou denken. Dit is echt intens. Voor een lipgloss vind ik dit echt bizar. Wauw. Ik vind die glosses er goed uitzien. Ik heb wel hele gemixte reviews gehoord. Want de een vindt ze echt top en de ander vindt dat je er echt zo'n hele dikke glosslaag op je lippen van krijgt. Dus ik ben super benieuwd. Maar kleuren vind ik er echt heel goed uitzien. Ik ben eigenlijk op het eerste gezicht meer te spreken over de glosses als over de lipsticks. Vooral als je nu op mijn hand kijkt is het echt super droog. Ik ben wel benieuwd wat ze dan nog afgeven. Ja, dat wel. Ze zijn dus niet helemaal ingedroogd. Ik moet namelijk ook wel eerlijk zeggen dat ik van Colourpop niet per se helemaal verliefd ben op de lipproducten. Als ik dan kijk naar mijn favoriete Colourpop producten naast de concealer, dan zijn dat toch voornamelijk wel de oogproducten.
De oogschaduw is de Super Shock Shadows. Ik vind de highlighters wel heel erg mooi. Maar ik had nog niet heel veel lipproducten van Colourpop. Dus ik vind het wel weer leuk dat ze dan weer met nieuwe producten uitkomen. Nou, om dan even tussen de lipproducten te blijven, heb ik ook 3 lippy pencils besteld. Deze zijn dus voor mijn moeder. Ik zal even met jullie delen welke kleuren het zijn. Ik ga ze niet swatchen, want ja, ze zijn natuurlijk van haar. Dit is de kleur Frenchie. Dit is echt gewoon een rood. Volgens mij is dit ook de klassieke rood van Colourpop. Ik vind de Colourpop lippotloden echt super fijn. Dat zijn echt wel een van mijn favoriete lippotloden. En voor mijn moeder geldt dat dus ook. En die heeft onlangs een nieuwe rode lipstick gekocht. Ik ben even kwijt welk merk. Voor mij is dat die van Fenty. En die wilde daar dus nog een lipliner bij. Nou, dan hebben we ook de kleur Beeper. Dit is eigenlijk haar favoriet. Oogt echt super donker en grauw zo bij potlood. Maar het is echt een hele mooie, ja, zeg maar, coole, nude, beetje paarsige kleur. En dat staat haar gewoon echt super mooi. En de andere kleur is de kleur Love Bug. Ook overigens een liquid lipstick van. En dit is een beetje een, ja, zeg, warme bruinrood. Dus ook echt een hele mooie kleur. En volgens mij heeft ze er nu ook al een stuk of 4. Dus er komen er weer gewoon een paar bij. De lippotloden van Colourpop zijn echt helemaal niet zo duur. Zijn super smooth, heel gepigmenteerd. Heb echt heel veel kleuren. En doordat ze dus gewoon een stuk goedkoper zijn, kan je dus wat meer lippotloden aanschaffen. Want ja, dit zijn wel producten die je echt wel iedere dag gebruikt als je een lipliner gebruikt. En zo kan je dus ook echt een beetje variëren in kleuren. Kan je een beetje leuke mixjes maken. Dus ja, ik ben hier echt heel erg fan van. Als je aan mij zou vragen, ik ga de eerste keer bij Colourpop bestellen, wat moet ik bestellen? Dan zou ik sowieso een lippotlood bestellen als je daarvan houdt. Dan heb ik ook weer 3 Super Shock Shadows besteld. Dat zijn deze 3. 2 zijn van de Flutterby collectie. En de ander is van de Mint collectie. Deze heb ik dus, zeg maar, nadat ik het Mint to Be paletje besteld heb besteld. Dus dit had eigenlijk ook in die video kunnen zitten. Maar goed, ik wilde toch vooral het paletje gebruiken. Maar dit is in ieder geval de kleur Mint for You. En wat ik dus wel heel erg leuk vind aan die Super Shock Shadows Limited Editions, is dat ze dan geen wit doosje hebben, maar een ander kleurtje. En deze is dus in dit geval wit. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Dus ik wil echt heel graag deze kleur nu swatchen. En dat ga ik bij deze ook doen. Super Shock Shadows zijn eigenlijk gewoon heel erg smooth. Meestal hou ik van metallic kleuren. En ja, zijn echt gewoon super mooi om een beetje, ja, als topper te gebruiken. Ik hou dus wat minder van de matte kleuren. Je zou er namelijk een hele look mee kunnen maken. Maar ik hou dus echt wel van die, ja, pop of color kleuren. Dit is dus de kleur Mint for You. Wat ik ook wel tof vind, is dat het weer zo van een ander kleurtje is als gewoon een, ja, een mint kleur. Dus het is echt even weer wat anders. Ik vind het echt een hele mooie kleur. En ik denk bij mijn bruine ogen dat dit ook wel goed tot z'n recht gaat komen. Dus ja, ik ben hier blij mee. Toffe kleur. En dat mint doosje, dat vind ik stiekem dus ook wel heel erg leuk. En heb ik van de Flutterby collectie dus ook 2 Super Shock Shadows gekocht. Van de kleur Flying Circus zag ik super veel swatches op een gegeven moment op Instagram voorbij komen. Toen dacht ik, oké, die moet ik ook hebben. En ik wist niet dat het doosje zulke mooie verpakking had. Want het is een soort van transparant paarsachtig met een glittertje. Echt heel tof. En dit is dus de kleur Flying Circus. Het is een soort van duochrome. Dus ik weet niet of dat zo goed te zien is. Maar het ziet er echt heel mooi uit. Dus ik wil deze echt nu swatchen. Ik voel al gelijk dat hier echt een glittertje in zit. Dat had ik bij die van Mint for You minder. En ik blijf toch echt wel een fan van die Super Shock Shadows. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die ze dus, ja, minder vinden, minder bijzonder, er niet goed mee overweg kunnen. Maar ik hou er echt van. Want ja, het zijn gewoon echt prachtige kleuren. Dit ook. Het is echt een prachtige duochrome. En ik heb oprecht ook weer niks vergelijkbaars in mijn collectie. Dus ja, ik hou gewoon van oogschaduw. Dus dit is voor mij gewoon echt heaven. Ik hou gewoon echt van oogschaduw, bijzondere kleuren. Dus ik word hier gewoon echt super blij van. Dus ja, ik vind Flying Circus ook echt een hele toffe kleur. En de laatste kleur is de kleur Mighty Morphin. En dit lijkt op het eerste gezicht een hele saaie goudtint. Maar ik heb hier swatches van gezien dat ik dacht, oké, die moet ik ook echt hebben. Ja, gewoon heel erg mooi, super smooth. Echt een soort van wet look gold. Echt wel heel erg nice. Wederom ook super glad. Heel gepigmenteerd. En hij heeft inderdaad een soort van, ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Een soort van glittertje erin, waardoor hij echt een soort wet look geeft. Ik bedoel, I mean, love it. Ja, echt super mooi.
Dus dit zijn de drie kleuren van de Super Shock Shadows die ik heb besteld. Best wel uiteenlopende kleuren, maar ja, met alle drie echt super blij. Ik heb er inmiddels namelijk nogal wat, dus ja, dan word je toch wel iets kritischer. Ja, dan dacht je misschien dat ik al klaar was. Niks is minder waar. Ik heb namelijk nog een aantal mooie producten. Zoals jullie weten heb ik twee empty palettes van Colourpop, waarvan er dus losse pens in deze paletten zitten. Dit is bijvoorbeeld eentje die ik zelf helemaal heb samengesteld. En dit concept heet Build Your Own Palette. Dan kies je dus een palet uit. Je kan volgens mij kiezen tussen 16 of 24 pens. Dus dit is al het grootste palet. Die 16 is wat kleiner. En dan kan je dus zelf kiezen welke kleuren je daarin wil doen. Het wordt allemaal los opgestuurd. En je mag ze er dus helemaal zelf in doen. Dit is het andere palet wat ik heb. Dit is niet een Build Your Own Palette. Deze heb ik gewoon zelf ja, gevuld naarmate ik oogschaduws kocht. Maar zoals je ziet wordt dit best wel fanatiek gebruikt. En ik vind dit concept heel erg tof. Ik vind Colourpop los van de paletten hele goede oogschaduws hebben, de pressed shadows. Dus ik dacht misschien is het leuk om nog eens een keer te kijken van oké, welke kleuren heb ik nog niet? Welke kleuren mis ik nog? Of zou ik nog graag een keer willen proberen? En opnieuw een Build Your Own Palette samen te stellen. Dit keer heb ik een palet gekozen met de vlinder. Dus ook van de Flutterby. Ja, Inspired collectie zeg maar. Wel wederom die vervelende glitters erop. Oftewel die geven af. Het ziet er super mooi uit, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ja, ze geven dus af. Dus dat is wel wat minder. Maar dit is het palet wat ik heb samengesteld. En als je natuurlijk het op de site kiest, dan heb je al een beetje een idee hoe het eruit gaat zien. Maar ik vond het wel leuk om het een beetje op kleur te doen. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. En ik moet zeggen dat ik dit er echt heel vet uit vind zien. Dus ik weet niet hoe het jullie zit, maar ik ben stiekem best wel verliefd op mijn eigen palet geworden. Ik heb overigens ook een foto gemaakt van alle kleuren die ik zeg maar in het palet gedaan. Dus die zal ik ook wel even met jullie delen. Dus mocht je alle kleuren ook willen bestellen, heb je hier even een overzicht in welke kleuren er allemaal in zitten. Ik ga ze nu één voor één even laten zien. Ik ga er wel eentje even overslaan. Dat is linksbovenin, want dat is de kleur Hear Me Out. Mijn favoriete kleur voor onder de wenkbrauw. Ik heb er inderdaad in de vorige shoplog al twee laten zien die ik los had besteld als backup. En nu heb ik er weer eentje erbij. Ja, waarom? Ik vind het gewoon echt een heel fijn kleurtje. En ik vind het ideaal om het gewoon in een palet te hebben. Toen dacht ik van nou, als ik dit palet ga samenstellen, voor hetzelfde gaat het mijn nieuwe everyday favoriet. Dan vind ik wel fijn dat die kleur er weer in zit. Dus die sla ik even over, want ja, ik denk dat we die allemaal inmiddels wel kennen. Het is dus in ieder geval de kleur Hear Me Out. De kleur ernaast is Watch Your Sign. En Watch Your Sign is eigenlijk een ja, lichte kleur met een soort van glittertje erin. Hij is iets meer peach en daardoor zou het ook een goede transitiekleur zijn. Dit is de kleur Watch Your Sign. Dus dat vind ik heel positief. Dan de kleur ernaast is Twin Star. Dit is een metallic. Ik ben ook wel weer voornamelijk voor de metallic kleuren gegaan. Ik heb gewoon goede basics inmiddels. Dus ja, af en toe denk ik wel van, oh, dit lijkt me wel een goed kleurtje. Maar ik heb dus vooral metallics gekozen. Dit is dus de kleur Twin Star. Een beetje een goudkleur. Ik vind deze niet wauw. Ik vind hem ook wel droog in de pen voelen. Maar op zich kan hem wel een beetje opbouwen. Heeft ook weer een beetje zo'n wet look goud effect. Maar toch wel wat anders als de Mighty Morphin. Dan is de volgende kleur To Be Honest. Oftewel afgekort TBH. To Be Honest. En dat is ja, een mooie medium bruin kleur. Ik heb ook gezien dat dit een van de bestsellers is. En op zich als ik hem zo swatch dan snap ik dat wel. Hij is sowieso heel erg smooth. En het is gewoon een goede medium bruin. Dus dit is de kleur To Be Honest. Dan de kleur ernaast is Painted Lady. En Painted Lady is een beetje een peach kleur. Maar ik zie hier en daar wat roze er doorheen. Ja, dit vind ik er tof uitzien. Dus een soort peach met een soort roze glittertje erdoorheen. Ook mooi in combinatie met To Be Honest. En dan de laatste kleur uit het rijtje is de kleur Anthem. En Anthem is ook een metallic. En dit is een mooie, ja, beetje brons, bruine, diepere metallic kleur. Dus dit is de eerste rij. En ik zou zeggen, dit is de meest neutrale, ja, beetje warmere rij. En dit is gewoon een goede everyday look mee te maken. Ik heb dus niet helemaal bewust gekozen voor een rijtje everyday, een rijtje heftig, een rijtje kleurrijk en een rijtje donker. Maar dat is dus wel uiteindelijk wat het geworden is. Ik heb ze er dus inderdaad al wel in gedaan, want om nou al die doosjes apart los te gaan maken in de video, ja, dat vond ik niet helemaal nodig. Maar je krijgt ze dus allemaal in aparte envelopjes binnen. En het is helemaal aan jou hoe je ze inderdaad indeelt. Dat vind ik ook wat leuker ervan. Dit is de eerste rij, dan gaan we verder met de volgende rij. Die is dus ja, iets meer brons, wat meer peach, wat roze, dus net even wat donkerder als de bovenste rij. En die begint met de kleur So Good. En dit vind ik ja, een mooi kleurtje, ziet er goed uit. Het is echt wel een kleur voor mij. Beetje medium champagne, maar net even weer wat anders als een gewone champagne tint.
Ja, ik vind het wel een tof kleurtje. Ik hou gewoon echt van een mooie metallic. En als je een paar goede basic oogschaduwkleuren erbij doet, dan is het gewoon een goede look. Net als nu heb ik ook best wel een ja, basic lookje op. Maar ik vind die metallic kleur er gewoon echt uitspringen. Dat is precies ja, waar ik gewoon echt van hou. En dat doet Colourpop gewoon echt heel goed voor de prijs. Dan de kleur ernaast, dat is The Vibes. En dit is een beetje donkere bronstint. Lijkt een beetje op de kleur Anthem, maar is wat meer, ja, zeg maar brons als dat die peach is. En is iets donkerder. Dan de kleur in Frequency. En dit is een matte peach. Ik zou zeggen een beetje een burnt orange. Dus net even niet heel fel oranje. Maar iets donkerder als een peach kleur. Ik vind deze heel erg gepigmenteerd. Wauw. Dit vind ik impressive. Dit ziet er goed uit. De kleur ernaast is denk ik het meest pop of color van het rijtje. En dit is de kleur Not On Metallic. Ja, dit is gewoon echt een vurige brons koper tint. Dit ziet er heel mooi uit. Dit is ook echt een hele mooie kleur, denk ik, voor de dark skin. I mean, hello! Ik heb trouwens even onbewust de eerste twee zwartjes van dit rijtje er al afgehaald. Dus die zie je inderdaad niet meer. Maar wauw, deze kleur is echt wel spot on. Wauw, hele mooie kleur dit. Ook samen met de matte tint zit toevallig dus naast elkaar in het palet. Ja, zou ik dit ook best wel snel naast elkaar combineren. Ik vind dit echt wel heel bizar hoor. Deze kleur is echt super metallic, super smooth, heel gepigmenteerd. Wauw. Kijk, dat was dus precies de bedoeling met dit palet. Dat ik weer nieuwe kleuren zou ontdekken die ik nog niet had, waarvan ik echt denk, yes. En met deze kleur is dat in ieder geval gelukt. Het is niet per se mijn ambitie om alle kleuren te verzamelen, maar dit leek me wel weer leuk, omdat ik weet dat er weer wat nieuwe kleuren waren toegevoegd. Om gewoon weer eens even te kijken van, hé, wat heb ik nog niet en wat spreekt me echt aan. Kleur ernaast is weer een matte kleur, een beetje oud roze. En dit is de kleur Charge It. Echt van een oud roze, een beetje zalmkleur. Ook mooi. Ik vind de matte kleuren in dit rijtje vind ik echt super smooth en echt heel erg mooi. Het zijn dus wat warmere kleuren dan ik normaal zou dragen. Maar ik denk wel een hele mooie toevoeging aan mijn collectie. En zeker ook in samenwerking met deze kleuren. En de laatste kleur uit dit rijtje, dat is de kleur Millie. En die is net even wat donkerder als de andere ja, bronsbruin tinten die we tot nu toe hebben gehad. En deze is wat meer ja, roze ondertoon. Wauw, deze is ook echt heel smooth. Ook weer in combinatie met die kleur ernaast. Ik heb het op kleur gesorteerd, dus op zich is het logisch dat ze bij elkaar passen. Maar het matcht echt heel mooi bij elkaar, dus... Ja, ook echt een hele mooie kleur Millie. Nou, de volgende rij, dat zijn dus meer een beetje paars, roze en ook een zilvertint. Want ja, die wilde ik dus per se nog bestellen. Het was best lastig om deze, zeg maar, in het palet te plaatsen. In wat voor plekje, zeg maar. Maar dit is het hele rijtje bestaat alleen maar uit metallic kleuren. Ja, ik wil dit heel graag swatchen. En vooral die kleur, daar ben ik mega benieuwd naar. Dus let's go. De eerste kleur is een beetje een ja, metallic lila lavendel, zou ik zeggen. Echt heel licht reflecterend. Dit is de kleur Nectar. Ik snap deze naam niet, maar ik vind de kleur wel heel mooi. Ja, dit ziet er tof uit. Wow. Oké. Je dacht dat het mooi was? Het is echt bizar. Het is echt gewoon een soort... het is echt een soort iridescent lila super metallic kleur. Ik vind hem echt heel erg mooi. Had ik niet verwacht. Ik vind dit ook wel leuk om eens een keer bijvoorbeeld in de binnenste ooghoek te doen. Juist omdat die zo licht reflecterend is. En dan een beetje een soort van paarse look. Ik denk dat dit echt heel vet is. Hele mooie kleur. Hier ben ik echt heel blij mee. De kleur ernaast lijkt er eigenlijk best wel op. Maar die is dus roze. Dit is de kleur Tickled. En ik verwacht een beetje dezelfde look. Maar dan dus roze. Ik zou zeggen ze lijken op elkaar. Alleen Tickled is dan net even ietsjes rozer. Wauw. Ik hou echt van dat ultra metallic. Heerlijk, ik word hier echt blij van. Tot nu toe ben ik nog niet teleurgesteld in een bepaalde kleur. Sommige kleuren zijn net even wat koriger als andere. Natuurlijk jammer. Kan liggen aan de kleur, kan liggen aan het pigment. Maar kan ook liggen aan de manier waarop die gemaakt is. Maar ik kan er wel gewoon mee werken. En dan heb ik hier de kleur Pick Me. En dit is eigenlijk ja, de knalroze kleur uit het rijtje. En ik zou zeggen, ja, echt een Barbie kleur. Maar wel echt een mooie metallic. Wow. Oké, girl. Wauw. Barbie, eat your heart out. Dit is echt heel mooi. Dit lijkt me ook heel gaaf bij een donkerbruine smoky eye. Ja, toffe kleur. Dit is ook echt zo'n kleur die ik niet in mijn collectie heb. In ieder geval niet zo in een palet.
Omdat ik die kleuren dus nooit gebruik. En ik heb onbewust een beetje de kleuren gekozen die me dus aanspreken. En die niet bijvoorbeeld groen of blauw zijn, want daar heb ik vorige keer dus al wat keuzes in gemaakt. En het is nu eigenlijk echt een palet geworden, vooral ook voor bruine ogen. Waar dit soort kleuren echt onwijs gaan knallen. Dus ja, dat vind ik echt heel tof. Dan de kleur ernaast, dus is mijn favoriet, waar ik heel benieuwd naar ben. Dat is de kleur Miser. En dit is echt gewoon een soort duochrome bijzondere kleur. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop echt dat deze ook lekker gepigmenteerd is. Oh, dat ziet er heel gaaf uit. Ik ben heel benieuwd hoe dit swatcht. Ik moet zeggen, klein beetje teleurgesteld. Hij is mooi van ondertoon. Maar ik had hem wel even iets meer duochrome gewild. Het idee is leuk, maar ik zie hier in ieder geval in het licht... Heb ik geen wauw. Het had nog wat meer wauw gekund. Maar ik vind het geen vervelende kleur. Dan heb ik nog twee kleuren. Dat is de paarse kleur en de zilveren kleur. En de paarse kleur is de kleur Neutrino. En inmiddels heb ik best wel veel paars in mijn collectie. Al draag ik het niet heel veel. Maar dit is best wel een coole paars. Hij heeft ook een soort van duochrome-achtige sheen. En ik weet niet, deze kleur sprak me gewoon aan. Ik had hem ook nog niet in mijn collectie. Ik dacht, ja, jou wil ik wel hebben. Ik ben heel benieuwd hoe dat hij eruit ziet. Het is echt gewoon een paars paars. En dat zal alweer raar klinken, maar it looks good. Ja, ik vind dit een mooie paars. Dit vind ik ook echt zo'n mooie paars voor bruine ogen. Dus ja, dit ziet er goed uit. Dit is dus de kleur Neutrino. Ik heb oprecht wel echt bewondering voor Colourpop. Als je ziet hoeveel producten ze inmiddels hebben, dat ze voor... alles een andere naam kunnen bedenken. Ik vind het echt bizar. Ga maar eens even hierover nadenken. Dan moet ik wel zeggen dat ik dus niet alle kleuren heel logisch vind. Want een kleur zoals dit, Nectar noemen. It's up to you, maar ik snap hem niet. Maar ik vind de namen over het algemeen wel echt heel tof bedacht. Dan gaan we over de laatste kleur van het rijtje. Dat is de zilveren kleur en dat is de kleur On a Whimsy. En dat is dus ja, de zilveren kleur. Deze is bijvoorbeeld weer een heel stuk meer smooth. Dat zie je dus ook terug in de swatch, vind ik. Ik ga hem even hier swatchen. Oké, dit is oprecht een goede zilver. Ik weet niet of die goed te zien is zo, maar dit is dus de kleur On a Whimsy. En dit is dus de zilver van Colourpop. Een goede goud en zilveren metallic in je collectie. Ja, dat moet ik wel gewoon echt hebben, vind ik. En dit is nog niet echt zoals ik hem graag wilde zien. Nou, dit is echt full on zilver. Dus hier ga ik nog wel een keer een toffe look mee maken. Dus dit is de derde rij met kleuren. Zoals je ziet, ja, meer roze, meer paars. Ja, ik vind het wel een heel tof rijtje. Ik ben dus wat minder onder de indruk van die kleur Miser als ik dacht. Dat vind ik jammer. Maar de rest van de kleuren en vooral Neutrino en On a Whimsy zien er goed uit. Zoals je ziet, het duurt even een heel palet swatchen. Maar ja, mocht je dus benieuwd zijn naar bepaalde kleuren, dan heb je bij deze ook vast de swatches gezien. We gaan in ieder geval over naar de laatste rij. En daarvan ga ik vast verklappen dat de laatste kleur hier in de hoek dubbel is. Want die bleek ik dus ook wel in een ander palet te hebben. Maar ik dacht het ook al toen ik de naam hoorde, want het is namelijk de kleur Sleeper. En ik dacht, die heb ik ergens eerder gehoord. Maar ja, het is niet anders, dat heb je nou eenmaal als je zoveel kleuren hebt. Op zich, er zitten alweer heel veel nieuwe kleuren in, waarvan ik weet dat ik ze gewoon niet heb. Dus ik vind het wel gewoon leuk dat ik weer ja, wat nieuwe kleuren kan proberen. De onderste rij is dus wat koeler en loopt door naar wat meer vampy kleuren. Ik ga beginnen met de kleur The Most en dit is een metallic. Ik vond het ook best wel een bijzondere kleur toen ik hem uitpakte, want het is een ja, soort van... paars-grijze kleur. Best wel bijzonder. Ik ben dus best wel van coole kleuren, maar ze moeten niet te grauw zijn. En dit vond ik wel een ja, grappig kleurtje of zo. Ik weet niet of het ook goed te zien is op mijn hand. Maar ik vind dit wel een bijzonder effect hebben. Het is een soort van... Ik zou zeggen een grijze lila met een soort gouden duochrome. Ja, ik vind hem wel heel tof. Dit is een goede ontdekking. Dan de kleur ernaast, dat ziet eruit als een goede transitiekleur waar ik van hou. En dit is de kleur Pretty Please. Ik vind dit dus wel een goede kleur. Dus dit is de kleur Pretty Please. Dan gaan we verder met de laatste twee metallics uit het rijtje. En hier heb ik stiekem voor de volgende kleur in ieder geval behoorlijk wat hoge verwachtingen bij. Want als je mij zou moeten omschrijven in een oogschaduw van wat ik graag draag, maar wat net even iets anders is dan wat anders, dan zou het zo'n kleur zijn. En dit is de kleur Sugar Sugar. Ik zou niet snel deze naam hier aan geven. Ik zou meer Power Woman noemen ofzo, of Superhero, maar dat ben ik. Ik vind het in ieder geval een hele mooie kleur en ik hoop dat die net zo smooth is als de andere kleuren. Ja, ik vind dit er goed uitzien. Ik zou zeggen een coole... taupe met een soort van koper duochrome.
Nogmaals vind ik hem niet wauw. Hij had wel iets meer bijzonder gekund. Maar dit is wel een kleur die ik zou dragen. En wederom lekker shiny. Ja, ziet er goed uit. En dan de laatste metallic kleur uit dit palet. En dit is de kleur Call You Mine. En ik zou zeggen een donkere bordeaux en dan een metallic finish. Hij is niet heel erg metallic, hij is wel heel erg gepigmenteerd. En hij krijgt een beetje een mooie smokiness hierdoor. Ja, Call You Mine vind ik ook een mooie kleur. Dan weer de ene laatste kleur van dit palet en dit is de kleur Going Steady. En ik zou zeggen een matte pruimkleur, een beetje een rossige pruimkleur. Dit is een heel smooth kleurtje. Wauw, dat pigment is heel nice. Ook heel erg mooi bij de kleur Call You Mine. Hij oogt wat patchy op mijn hand, maar dat valt echt best wel mee. Dat komt echt omdat ik gewoon droge handen heb. Maar dit vind ik een hele mooie matte kleur. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Leuk. Ja, dit vind ik wel een tof kleurtje om mee te gaan spelen. En dan de laatste kleur is dus de kleur Sleeper. En die heb ik dus al in een palet zitten. Daar wordt hij bijna niet gebruikt. Dus misschien dat hij nu bij deze kleurcombinatie wat meer tot zijn recht zal komen. En deze is iets donkerder, iets paarser zeg maar als Going Steady. Dus ik denk dat die in combinatie ook wel heel erg mooi zal zijn. En wederom ook behoorlijk gepigmenteerd. Ik ga hem even hier swatchen. Dus je ziet echt een hele intense donkerpaarse kleur. Maar ik ben in ieder geval wel heel erg blij met dit palet. Ik word heel erg blij van dit zo op kleur gesorteerd te hebben. Ik vind het ook goed passen bij de buitenkant van het palet. Was dus ook niet expres. En ik ga deze dus toevoegen aan mijn Colourpop stash. Dan heb ik nog een oogschaduwpalet. En ja, deze heb ik dus eigenlijk eerder besteld samen met een aantal andere producten. En dat is dus wat ik in mijn vorige video al vertelde, retour gestuurd toen het in Nederland aankwam. Heb ik een heel gedoetje mee gehad samen met PostNL. Ik zal er niet te veel over in, ik zal er niet te veel over uitweiden. Uiteindelijk is het niet opgelost in die zin dat als het eenmaal retour gestuurd wordt, ja, kan je het niet terughalen. Of dat Colourpop teruggestuurd. Dus ik heb mijn geld teruggekregen en het uiteindelijk opnieuw besteld. En een van de dingen waar ik daar heel erg van baalde, dat was dit product en het volgende product. En dit was dus het It's All Good palet. Er zijn dus in totaal nu 3 grotere paletten. Dat zijn dus de So Jaded, de Bare Necessities en It's All Good. En ik vond ze alle 3 eigenlijk heel erg mooi. Maar deze was zeg maar het meest colorful. En So Jaded is colorful en neutraal. En dit is echt alleen maar colorful. Maar toch, ja, ik weet niet. Het greep me ook wel weer of zo. Het zijn misschien niet per se de kleuren die ik zou kiezen. Want als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het vorige palet, zit hier wel weer wat meer geel-goud kleuren in. En dit schreeuwt voor mij gewoon echt zomer. Echt een beetje sunset, maar ook een beetje die avondlooks. Ik had er eerst niet zoveel waardering voor, maar toen ik steeds meer look zag, dacht ik van, er zitten hier echt wel hele mooie kleuren in. Ik ga er gewoon even een paar random swatchen en ik ben voornamelijk natuurlijk weer benieuwd naar de metallic kleuren. Ik begin hier bij Peace Sign. Ik doe heel even zo hoor, want anders dan ga je dit verschil niet zien. Dit is een beetje een soort, ja, frosted strawberry zou ik zeggen. Een beetje peach rose gold. Ik vind Happy Go Lucky vind ik ook lekker metallic. Die is ook lekker metallic. Dan vind ik 1010 vind ik er ook goed uitzien. Oh, dit is echt een mooie beetje. Dit vind ik nou nectarkleur overigens. Echt een beetje peach rose gold. We hebben hier nog Gold Star. Oh, dit is ook een soort glitter. Dat had ik niet verwacht. Gold Star is ook een pressed glitter. De kleur waar ik eigenlijk wel het meest door getrokken word is Downtime. Want ja, het is gewoon een bijzondere kleur. Het is een soort van blauwe duochrome. Dit, ja, deze kleuren, dat is net even wat anders als anders. En daar hou ik gewoon van. Ja, vind ik tof uitzien. Ik ben ook wel benieuwd naar Paradiso. Hoe paars dat deze is. Ja, deze is dus weer een stuk warmer als bijvoorbeeld Neutrino was. Dat vind ik wel grappig om te zien. Ja, ik vind het er ook nice uitzien. Ik ben ook nog wel benieuwd naar Cater to You. Wow, die is echt fel. En dan hebben we dus ook nog de Michelada Pressed Glitter. Die is echt multi-reflective. Ja, toffe kleuren. Hij deed me stiekem wel een beetje denken aan het Natasha Denona Sunrise palet. En ja, Natasha Denona is natuurlijk een heel stuk duurder. Dus mocht je bijvoorbeeld het Sunrise palet van Natasha Denona, ja, echt super mooi vinden, maar die gewoon echt te duur vinden. Er zitten hier dus best wel vergelijkbare kleuren in. Je zal mij niet horen zeggen dat het een dupe is, maar ik denk dat je wel best ver komt. Ik vind hem in real life mooier als op de website. Waar dat aan ligt, weet ik niet. Maar ik ben toch wel blij dat ik deze gekocht heb. Dus deze ga ik toevoegen aan mijn stash. It's all good.
Ik ga afsluiten met een highlighter. En niet zomaar een highlighter, maar deze is van de Disney Designer Collectie. En dan had je daar highlighters en blushes van. Dus dat zijn dan pressed powders. En ik heb heel lang getwijfeld welke ik wilde. Want ik vind sommige blushes ook wel mooi, maar die zijn vrij mat. En ik hou echt wel meer van een shimmery blush. Of in ieder geval niet een full matte. Dat staat mij gewoon minder mooi. En dat ik mijn ogen ook laat vallen op een aantal highlighters. Deze komt dan toch het meest in de buurt bij hetgeen waar ik van hou. Dit is de highlighter van Cinderella. En dit is Horse and Carriage. En dit is hoe de poeder eruit ziet. Er zit ook een spiegeltje in. En ik wil dit echt nu gewoon swatchen. Ik heb al die tijd moeten wachten. Dus let's go. Oh wauw, dit is heel smooth. Ik ben echt heel benieuwd. Wauw. Dat is gepigmenteerd. Ik ben best wel benieuwd of die wat weggeeft van Flexitarian. Oké. Pigment all over. Dit is serieus gepigmenteerd. Sorry als je trouwens wat door mijn huid heen ziet dat een beetje soort van gesteend is. Dat heb je als je heel veel oogschaduw swatcht. Maar deze kleur... Wauw. Hij is wel best zilver in mijn optiek. Ik dacht dat hij wat gouder was. Dus ik denk wel dat je hier niet te enthousiast mee moet gaan zijn. Ik ben wel benieuwd naast Flexitarian hoe dat eruit ziet. Want ik heb wel het idee dat dit een beetje dezelfde kleur is. Dit is Flexitarian voor degene die het niet weten. Dat is een Super Shock highlighter. En die is ook gorgeous. Maar dat is mijn beste vriend voor mijn binnenste ooghoeken. En ik heb het idee... Oké, deze is smoother. Sowieso is deze gepigmenteerder. Maar de Super Shock highlighters zijn ook meer een soort cream. Dat verschil is wel groot, zeg maar. Deze kleur vergeleken met deze kleur is behoorlijk verschil. Maar de tint is... Ja, ik durf wel te zeggen dat het wel bijna een dupe is. Ik weet niet of dat goed te zien is. Dus dat is een beetje jammer. Ik had namelijk gedacht dat deze iets gouder was. Dat idee krijg ik tenminste als ik naar de pen kijk. Maar dat kan ook komen door het omhulsel. Dat is misschien ook wel heel slim van ze. Maar ik vind het in ieder geval wel een hele mooie highlighter. En ik vind de verpakking ook super mooi. Deze tekening die erop gemaakt is, ziet er echt heel erg mooi uit. Daar is echt over nagedacht. Wel een lekkere blinding highlighter. Dus dat is tof. Nou, dit waren dus al mijn nieuwe producten van Colourpop die ik heb besteld. Zoals ik al zei, het is dus nog niet alles. Er komen nog wat andere producten aan. Maar dit is wel zeg maar het meest recent wat ik dus heb gekocht. Ja, ik ben eigenlijk met alles gewoon super blij. Ik vind vooral het It's All Good palette, vind ik er echt heel goed uitzien. De Super Shock Shadows, ik denk dat ik daar wel het meest impressive mee ben. Die zagen er echt waanzinnig uit. En laten we mijn eigen palet niet vergeten. Dat zag er ook gewoon allemaal heel erg goed uit. Dus ik durf niet een favoriet te noemen uit deze video. Want ik ben met alles eigenlijk heel erg blij. Ik ben vooral heel erg benieuwd waar jij graag een review of een video of een look van zou willen zien. Want ik wil het liefst met alles iets filmen. Dus laat me dat zeker weten beneden in de reacties. Ik wil je in ieder geval super bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je nou ook weer een leuke video? Doe natuurlijk even je duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Ram dan op die rode abonneerknop om ook lid te worden van de Shark Academy familie. Wil ik je erg bedanken voor het kijken naar de video. En dan zie ik je graag woensdag weer met een nieuwe video. Tot woensdag! Doei!